Je webshop moet functioneel zijn, maar ook visueel aantrekkelijk. Daarom kan je in het Carta Connect CMS mooie voorpagina's maken en deze koppelen aan categorieën. Ik leg je in deze video uit hoe je een simpele pagina kunt maken en hoe je er echt iets knaps van kunt maken. De eerste mogelijkheid om overzichtspagina's te bewerken is via webwinkel en categorieën. Dit is de eenvoudige methode. Kies voor de categorie die je wilt bewerken. Eventueel kun je via het plusje een subcategorie kiezen. Laat op het derde icoontje klikken en dat is het bewerkicoontje. De omschrijving die je hier invult wordt boven de producten getoond. Het is belangrijk om deze niet te lang te maken, want des te langer de tekst, des te lager de producten op de categoriepagina komen te staan. Eventueel kun je via de editor afbeeldingen, links en opsommingen toevoegen. We hebben in onze cursus over de website uitgebreid uitgelegd hoe dat werkt. Dus mocht je dat niet weten, dan kan ik je die van harte aanbevelen. Eventueel kun je ook een tekst toevoegen onder de producten. Die tekst wordt minder vaak gelezen, maar wordt door Google wel gewoon geïndexeerd. De tekst onder producten wordt dus meestal gebruikt om een lange, zoekmachinevriendelijke tekst te schrijven. Als je dit doet, dan wordt tussen de omschrijving en tekst onder producten je productoverzicht getoond. Maar zoals ik zei, dit is de eenvoudige methode en ook de minst sprankelende. Laten we daarom kijken hoe je een voorpagina kunt maken voor een categorie. Klik op webwinkel en ga naar voorpagina. De werking van de module voorpagina is exact gelijk aan de werking hoe je je homepage van je website bewerkt onder hoofdmenu en voorpagina. Ook hiervoor geldt dat we in de Carta Connect Academy course over het beheren van je voorpagina een uitgebreide uitleg hebben gegeven. Toch zijn er een paar dingen die ik specifiek voor je webshop wil toelichten. Laten we dat doen op basis van de voorbeeldpagina van barbecues. In tegenstelling tot de gewone voorpagina heb je aan de linkerkant iets meer beschikbare blokken. Wil je bijvoorbeeld alle subcategorieën tonen die onder de hoofdcategorie barbecues liggen, kies dan voor categorieën. Klik erop en sleep hem naar rechts toe. Je ziet nu alle categorieën. Echter, dit zijn de hoofdcategorieën. Klik rechts dus op bewerk. Je kunt nu twee dingen doen. De eerste optie is om toon subcategorie aan te vinken. Omdat we nu al in de categorie barbecue zitten, weet het CMS dat het alleen de subcategorieën onder barbecues moet tonen. Mocht je zelf willen kiezen wat er getoond wordt, dan hebben we een andere optie. Vink toon subcategorieën weer uit en kies ervoor om de categorieën handmatig te kiezen. Je kunt nu kiezen voor gasbarbecues, Weber en accessoires. Eventueel kun je, zoals gebruikelijk bij de voorpagina blokken, een opmaak meegeven, aangeven of het mobiel, desktop of op allebei getoond moet worden en een datum. Ik ga het niet allemaal opnieuw uitleggen, want dat hebben we in de websitecursus al gedaan. Klik op opslaan om de wijzigingen op te slaan. Er zitten een paar handige blokken in. Als je naar beneden scrolt, zie je bijvoorbeeld de populaire producten slider. Deze wordt automatisch voorzien van items die op dat moment populair zijn in je webshop. Maar hoe weten we nou wat er populair is? Daarvoor gebruiken we een aantal eigenschappen. De eerste is de voorraad, de tweede is de prijs en de derde is het aantal reeds gerealiseerde verkopen. Op basis daarvan bepaalt het Carta Connect CMS wat er op dat moment populair is en wat er getoond moet worden in deze slider. Door dit soort sliders te gebruiken zorg je ervoor dat er altijd iets gebeurt en altijd iets wisselt op je website. Je hoeft er niet alles met de hand bij te houden. Dat hebben we op productniveau, maar je ziet hier linksonder al staan de meest bekeken en populaire categorieën. Dus we hebben het inderdaad ook op categorieniveau. Het is belangrijk om te weten dat onder deze informatie normaal gesproken de producten getoond worden. Dat is handig, maar je wilt het niet altijd. Zeker op hoofdcategorieniveau maak je een voorpagina vaak als toegangsweg tot onderliggende subcategorieën waar men dan uiteindelijk de producten kan bekijken. Daarvoor hebben we een optie toegevoegd aan het CMS. Ga naar webwinkel voorpagina en klik op bewerk deze waardes. Je kunt hier dus aangeven of je de producten wel of niet onder de voorpagina blokken wilt tonen. Vink je hem uit, dan worden ze niet getoond. Vink je hem aan, dan worden ze wel getoond. Ook kun je aangeven of je het filter aan de linker of aan de bovenzijde van je webshop wilt tonen op deze pagina. Normaal gesproken wil je dat wel, maar er kan een reden zijn waarom je het niet wil. Je kunt zoveel voorpagina's maken als je wil. Zorg er echter wel voor dat ze goed gekoppeld worden aan de categorie. In uitzonderlijke gevallen wil je een voorpagina niet koppelen aan de categorie.
Bijvoorbeeld wanneer je een themapagina maakt rondom kerst of het voorjaar. In dat geval kun je dus aangeven dat de voorpagina niet gekoppeld wordt aan een categorie. Je moet dan handmatig de link maken in het menu of vanaf een andere pagina in je website. Je kunt zoveel voorpagina's maken als je wil. Maar wat gebeurt er nu als je geen voorpagina koppelt aan een categorie? In dat geval wordt het standaard productenoverzicht getoond. Eventueel met de tekst die je hebt ingevoerd bij categorieën. Een andere truc die ik je zal uitleggen betreft de foto's van de categorieën. Ga daarvoor terug naar Webwinkel en kies voor categorieën. Laten we eens de barbecue categorie bewerken. Je ziet hier een foto staan van een barbecue. Op het moment dat je categorieblokken gebruikt, wordt de foto die je hier invoert automatisch uitgelezen en getoond in de overzichtspagina's. Je hoeft dus niet met de hand continu allerlei afbeeldingen bij te snijden. Zorg ervoor dat in je webshop alle categorieën altijd voorzien zijn van een afbeelding. Op die manier worden de blokken altijd goed opgemaakt en voorzien van de juiste informatie. Doe je dat niet, dan zal je merken dat je webshop er niet professioneel uitziet. Op het moment dat je deze pagina gaat bewerken en je wil bijvoorbeeld de omschrijving wijzigen, dan kan het zijn dat je een gele tekst ziet. Let op, er is een webshop voorpagina aan deze categorie gekoppeld. Dus op de website zal die content getoond worden. In dat geval tonen we namelijk de omschrijving en de tekst onder de producten die je hier invoert niet meer. Ik raad je aan om van al je hoofdcategorieën altijd een voorpagina te maken. Het is namelijk de uitgelezen mogelijkheid om ervoor te zorgen dat men ziet dat je ook een winkel hebt, je kunt populaire items tonen en je kunt eenvoudig links maken naar de subcategorieën die onder de hoofdcategorie liggen. De subcategorieën en eventuele sub-subcategorieën zijn minder belangrijk en kunnen wat effectiever zijn. Voeg op dat niveau een korte tekst in op de categoriepagina en een goede foto en dat zou voldoende moeten zijn. Nu de categorieën zijn opgezet, wordt het tijd dat we naar het meest complexe onderdeel van het CMS gaan, de importmodule.